Onderweg naar een circulaire bouweconomie zul je je steeds opnieuw moeten afvragen waar je bent, of de richting goed is en of de basisuitrusting klopt. Heel algemeen heb je het over ongeveer 80% wat we in Nederland al kunnen recyclen van al het afval wat wordt ingezameld. In mijn ogen begint het hergebruiken van materiaal bij nu vastleggen wat we nu gebruiken, zodat we over 15 jaar die installaties bijvoorbeeld gaan renoveren of de binnenwanden gaan renoveren, dat we weten wat er uitkomt. Je ziet het zowel in het visuele, je ziet het in de beleving, de groen, de bomen, de kunst. Maar ja, het zit ook echt in de techniek, in de oplossingen, in de weg, een cementloos betonnen fietspad. Dat levert allerlei voordelen op en als je maar genoeg massa weet te creëren, dan levert dat een nieuw verdienmodel op, een nieuwe business case. Bouwen en renoveren is een markt van vraag en aanbod, maar ook een markt van mensen die langzaam maar zeker op een andere manier om zich heen zullen gaan kijken. Dat merk ik ook aan mezelf. Ik denk ook nog lineair. Dus ik denk dat die fase zitten we soms ook nog wel in. Dat we het ons moeilijk kunnen voorstellen. Als je niet aan de voorkant bedenkt van wat je met een gebouw wil, dan ben je eigenlijk te laat om er iets circulairs van te maken uiteindelijk. Op het moment dat je weet dat je per jaar 60.000 ton aan afval hebt op 33.000 woningen, dan ga je eigenlijk nadenken zo van wat is dat voor zottigheid. Het zijn 2 aanhangwagentjes per woning per jaar. Hè? Dus dat betekent dat je eigenlijk alles wat je nu doet altijd aan moet denken van wat hebben toekomstige generaties daar nog aan. En hoe kan mijn gebouw, hoe kan mijn ingreep waarde toevoegen voor toekomstige generaties. Niet alleen voor nu, niet alleen voor de eerste gebruiker, maar ook voor de tweede, derde, vierde, vijfde gebruiker. En dat is eigenlijk de basis van het nadenken over circulariteit. En als je met die bril naar de aanbodkant kijkt, dan is er snel een vorm van standaardisatie nodig. Denk aan stalen damwanden, die worden overal gebruikt en altijd gebruikt. Maar denk ook aan de viaducten aan zich. Moet elke viaduct weer een andere afmeting gaan hebben of niet? Of elke brug en de componenten die daarin zitten. Dus dat gaat echt van architecten, aannemers, opdrachtgevers, adviseurs, de hele bouwketen zal uiteindelijk op een andere manier moeten gaan samenwerken. Wet en regelgeving zijn nog niet helemaal klaar voor de nieuwe situatie. De controle voor bouw- en woningtoezicht in Nederland die hapert, laat ik het zo zeggen. Er is een nieuw regime daarvoor in ontwikkeling, in het kader van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, maar die is nog niet actueel. Aan de vraagkant zien publieke opdrachtgevers dat ze de markt kunnen aansturen met een gezamenlijk circulair inkoopbeleid. Met het ondersteunen van buyer groups, dat zijn inkoopgroepen. Dat is voor overheden die circulair willen gaan aanbesteden. En de bedoeling is ook dat dan ook echt gebeurt. Dus op die manier probeer je wel te ondersteunen dat partijen elkaar vinden en ook ze echt circulair gaan aanbesteden. Als je dit soort dingen liet maken, dan contracteer je een aannemer en die gaat het voor je bouwen. Wat je nu ziet is dat we eigenlijk ook met de leveranciers van die aannemer moeten gaan praten. En met de leveranciers daarvan. Eigenlijk in die hele keten. Maar ook daar geldt, zorg wel eerst dat alle neuzen intern dezelfde kant op wijzen. Ja, dus een projectafdeling kan je wel getraind hebben en de kennis hebben toegebracht om met circulaire principes toe te gaan. Maar op het moment dat zij van hun interne opdrachtgever, van de beheerafdeling, niet die vraag krijgen van en ik wil dat je dat gemaal wat je daar neerzet, dat je dat ook volgens circulaire principes ontwikkelt. Dat je ook vraagt, ja maar hoe ga jij hierin met circulariteit om? En dan is het 2023 een belangrijk eikmoment. En dan moet helder zijn wat de markt van een materialenpaspoort kan verwachten. Maar de vraag is dan, wat ga je dan met het materialenpaspoort doen? Hoe ga je daar elke week of maand waarde uithalen? Of ga je het maken, 50 jaar wachten en dan weer kijken? Dus er zit ook een grote vraag bij mij. Hoe komt die waarde uit dat paspoort? En dan kom je ook bij een thema waarvan ik ook echt denk dat dat heel erg nodig is. Dat is de digitalisering die ook nodig is voor die circulaire economie. En dan heb ik het echt over die smart buildings met sensoren, met van alles en nog wat. Want ik denk als je dat samen kan brengen, dan heb jij dus een paspoort waar jij dus elke dag plezier van kan hebben voor bezettingsschade, voor klimaatsystemen, maar ook voor onderhoud. En dan moet je dus gaan verzinnen hoe ga ik daar dus waarde uithalen.